Beste bezoekers van de beurs Transport & Logistics, beste kijkers, welkom op de stand van Transport Media voor de tweede live studio van de dag. We gaan het hebben over transport en conjunctuur. We weten allemaal dat de transportsector zeer conjunctuurgevoelig is. En we gaan ook bekijken met drie fantastische experten welke impact de huidige conjunctuur heeft op het chauffeurstekort. En dit gaan we doen dus met drie mensen die ik rond de tafel heb laten zitten. Eerst en vooral Carlo Dillissen van Dillissen Transport. Kunt u uw bedrijf even voorstellen? Ja, dus zoals je al zegt, van Dillissen Transport of Dillissen Logistics. We zijn een transport- en logistiek bedrijf, gevestigd in Pelt. Daarnaast hebben we ook nog een eigen vestiging in Aken in Duitsland. We werken ongeveer met een 140-tal mensen, waarvan een 80-tal chauffeurs en de rest dus kantoorbedienden en magazijniers, laat ik zeggen. Dus een typisch groeiend familiebedrijf? Inderdaad. Dus, we zijn gespecialiseerd in meerdere dingen. Dus, in de logistiek. We hebben onze eigen warehouses natuurlijk. En daarnaast op transportgebied proberen we ons ook een beetje te diversifieren in meerdere takken. Waarvan één onze bachets, dus de touwliners, die ingezet worden in de Benelux. Maar ook in de internationale ritten. Dan hebben wij twee ons open trailervervoer. Waar vooral eigenlijk de bouwgerelateerde transporten mee gebeuren. En daarnaast hebben we ook onze eigen containerchassis. Voor alle duidelijkheid, we zijn geen containertractionair. Maar die worden eigenlijk ingezet puur voor de bevoorrading van onze eigen magazijn. Dus vanuit de haven van Antwerpen. Okay, dus met een vrij gevarieerd productaanbod. Ja, inderdaad. Ja. We proberen toch, ik denk dat we daar een pakweg jaar of 10 geleden mee begonnen zijn. Om toch wel echt te diversifieren in onze vloot. Alles toe te spitsen op één activiteit vonden we toch een beetje te risicovol. En vandaar dat we eigenlijk die beslissing genomen hebben. Over diversificatie gesproken. Ik denk dat de tweede gast een sprekend voorbeeld is van diversificatie. Pascal Dortu van Jost. Wat is uw functie binnen Jost Groep? Ik ben dus de planning manager binnen Jost. Ik ben verantwoordelijk voor het hele planninggedoe van onze verschillende dochterbedrijven. Wij zijn bezig hier dus ook in een 14-tal activiteiten. Gaat van transport over logistiek met een 600.000, bijna 700.000 vierkante meter warehousing. De grootste activiteit van de warehousing is nu op de Trilogy Poort in Luik, waar wij momenteel nog ongeveer 200.000 vierkante meter bijbouwen. Wij zullen dan ook aansluiting hebben multimodaal met het water, met de trein. Jost Groep is ook bezig in de houtindustrie. Onze baas is hoofdaandeelhouder van de tweede grootste houtzagerij in Europa voor dennenhout. Uiteraard zijn wij dan ook huistransporteur daarvan. Totaal personeelbestand van de groep is ongeveer 3200 man. Dus dat is niet niets. Niet niks. Nu uiteraard deze diversificatie van transporten gaat van containertransport tot air freight. Wij zijn dan ook bezig in het houttransport, groot distributie. Men ziet een beetje overal onze groene wagens rondrijden op de autoweg met, ik zal zeggen, groot distributie, opleggers. Ik zal de namen wel niet moeten noemen. Wij rijden dan ook voor de beverage, twee grote namen. Dus ja, een heel grote diversificatie eigenlijk. En onze derde gast heeft geen eigen vloot, maar kent heel veel truck- en transportvloten. Is dus Philippe de Graaf, directeur van Febetra. Door iedereen gekend, maar kan je Febetra nog in 10 seconden samenvatten? Ja, Febetra is een nationale beroepsvereniging met als voornaamste doel het behartigen en verdedigen van de belangen van de Belgische goederenwegvervoerders en van de logistieke dienstverleners. En dan ook nog alle transporteurs proberen te ontzorgen. Dat is denk ik de reden van bestaan van een federatie. En u luistert heel veel naar transporteurs. Inderdaad. Ik krijg heel veel signaal uit de markt. Ik kom even terug op Carlo. Carlo, hoe voel je de economie momenteel? We zijn oktober 23. Hoe draait het? Ja, goed. Dan spreek ik puur voor Dillissen Logistics, Dillissen Transport. Hebben wij, moet ik zeggen, de eerste 6 maanden hebben wij behoorlijk gedraaid. Om niet te zeggen, zelfs heel goed te doen gehad. Goed, dan hebben we natuurlijk de vakantieperiode ertussen gehad. Wetende dat we doen wel wat bouwgerelateerde zaken, dus dan heb je sowieso minder opdrachten. Hadden we wel verwacht van, kijk, midden september gaat dat toch wel terug gaan opstarten.
Maar dat is niet het geval. We merken toch wel duidelijk een behoorlijke terugval in onze opdrachten. De tweede helft van dit jaar, moet ik zeggen. Dus het is niet zoals het zijn moet, om heel eerlijk te zeggen. Het is echt wel op een laag pitje. Pascal Lotu, maakt u het ook mee bij Jost? Ja, eigenlijk. Wij hebben hetzelfde meegemaakt. De 6 eerste maanden van het jaar vrij goed. We lopen wel even achter op het budget. Maar vanaf september valt eigenlijk de markt volledig in elkaar. Een terugval van ongeveer 10% omzet in het transportgedeelte. Warehousing is tot nu toe nog een beetje voorbehouden. Maar dat heeft dus natuurlijk wel een bijzondere grote impact. Wel wetende dat wij kunnen schakelen tussen de ene activiteit naar de andere. Gelukkig, als de ene activiteit het wat minder doet, dan doet de andere activiteit het wat meer. Wij hebben uiteraard ook 1800 wagens die om de 5 jaar vervangen worden. Wij kunnen dan ook nog een beetje spelen met het vertragen van het aanleveren van nieuwe wagens, het vervroegen van het inleveren van de oudere wagens, alhoewel de markt, de occasiemarkt, niet al te goed ligt. Maar daar kan men wel op gaan inspelen. Philippe de Graaf, is dit een goede weerspiegeling van wat je van de markt hoort? Ja, dat is een zeer goede weerspiegeling. Jobshalve heb ik natuurlijk heel veel contacten met transporteurs. En wat ik overal hoor is een terugval, dus dalende transportvolumes. En dat gecombineerd met stijgende kosten, wat voor vervoerders altijd wel een giftige cocktail is, zeker op het einde van het jaar, als je met je opdrachtgevers gaat moeten negociëren over transporttarieven voor volgend jaar. Ze klagen bijna allemaal, de containervervoerders. Hier zijn er in Antwerpen wel een pak. Er worden heel wat minder containers behandeld op containerterminals. En dat zowel aan de importzijde als aan de exportzijde. Vervoerders die in de chemie zitten klagen ook steen en been. Iedereen heeft wel gelezen in de kranten dat de chemie in België het bijzonder slecht doet. Een turbulente periode doorworstelt. De bouw doet het ook niet zo goed omwille van de stijgende interestgoeden. En die economische vertraging die merk je eigenlijk ook in de Viapas-cijfers en in de cijfers van de Duitse kilometerheffing, die afkomstig zijn van de BAG, waar dat dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, -3,6% minder kilometers gereden zijn door alle transporteurs van gans Europa en in België zelfs -3,72. En verontrustend vind ik dat onze Belgische vervoerders in die cijfers slechter scoren dan de buitenlandse collega's of concurrenten. En dat is weer te maken met het alomgekend probleem van de hoge loonlasten. We zijn niet competitief. Waarom? Omdat we te duur zijn ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. Ja, en de loonindexering op 1 januari van dit jaar heeft niet geholpen natuurlijk. Nee, dat was 10,96 ongezien. Ja. Bovenop alle andere parameters uit de kostprijs die ook een stijgende trend vertoont, dat mag men niet vergeten. Hè. We komen natuurlijk van een zeer hoog niveau. Hè. 2022 was een uitzonderlijk goed jaar voor iedereen, denk ik. Carlo. Ja, inderdaad. Bij ons was dat een superjaar. Ik denk niet alleen bij ons, maar ik denk bij alle sectoren. Hè. Ik denk 2022 was een jaar... Ja goed, een topjaar heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Hè, want uiteindelijk moet je dan ook alle opdrachten kunnen realiseren. En het nijpende chauffeurstekort was toen nog erger dan dat we nu hebben. Het is wel een probleem wat blijft. Maar in topperiodes, om dan alle klanten te kunnen servicen, dat is ook een hele uitdaging natuurlijk. Goed. In alle eerlijkheid, liever die uitdaging als de uitdaging waar we nu voor staan, om te kijken van, het worden even een paar moeilijke maanden, hoop ik. Ik hoop niet dat we over jaren spreken, maar het kan toch nog wel even duren, ja. Ja. Dit is de perfecte transitie naar het tweede subtopic van dit gesprek. Heeft de huidige conjunctuur al een impact op de manier waarop transporteurs omgaan met chauffeurs en ook op de manier waarop chauffeurs omgaan met hun werkgever? Ja goed, wat wij merken, ik moet in alle eerlijkheid zeggen, we hebben augustus vorig jaar de beslissing genomen, we hebben een eigen chauffeurscoach in dienst genomen, dus die echt alles van A tot Z doet voor onze chauffeurs. Hè. Dan bedoel ik de opleidingen naar code 95 toe, maar tot in de kleinste details probeert hij echt wel om te gaan met het welzijn van onze chauffeurs. Daar merkten wij wel al vrij direct een impact. Hè. Dat is iets wat eigenlijk vrij snel onder de chauffeurs rondgaat. En dat we een behoorlijk vlotte instroom kregen van nieuwe chauffeurs.
Goed, nu de dag van vandaag merken we ook, het echte jobhoppen is er misschien niet meer bij. Maar we merken wel dat er bij ons wordt er nog iedere dag gewerkt. Maar er zijn toch al wat collega-vervoerders waar er toch hier en daar wat stempeldagen of stempelweken worden ingelast. Goed, een chauffeur kan je een week, twee weken laten gaan stempelen, maar dat kan niet te lang blijven duren. Dan gaan zij ook gaan jobhoppen. En nu merken we toch ongeveer de laatste twee maanden, een beetje een tendens dat er toch wel behoorlijk wat sollicitaties over de vloer komen die zeggen, ik rij bij vervoerder X, vervoerder Y en we hebben te weinig werk. We zijn te veel thuis, dus te weinig uren, te weinig verdiensten op het einde van de maand, wat een evidentie is. Pascal, is dat ook zo bij Joost? Is jobhopping gewoon een beetje voorbij momenteel? Ja, jobhopping, we werken wel, we ondervinden iets wat hinder van, maar wel wetende dat de meeste chauffeurs op een ander toch geen werk zullen vinden. Dus ik denk dat de chauffeurs nu een beetje beginnen na te denken over het feit van, als ik bij iemand anders ga kijken wat gras groener is, slecht uitgesproken voor onze kleur natuurlijk, maar ze beseffen wel dat zelfs bij een ander gaan ze niet voldoende werk gaan vinden, dus ze blijven dan liever waar ze zijn. Wij proberen ze uiteraard ook door een aantal incentives, alhoewel wij natuurlijk met een grotere vloot niet iedere chauffeur, wij volgen ze wel allemaal goed op, maar wij kunnen niet altijd dezelfde, hoe laten we zeggen, het zijn geen nummers uiteindelijk, maar de persoonlijke aanpak is toch iets wat minder, alhoewel wij weten dat het heel belangrijk is om ze te kunnen behouden achteraf. Mm-hmm. Maar echte jobhopping, wij krijgen inderdaad wat meer sollicitanten binnen over de vloer. Wij zoeken nog altijd personeel, en heel in het bijzonder voor het nationaal distributieverhaal. Daar hebben we nog een gebrek aan chauffeurs. Aan de andere kant gaan we natuurlijk niet altijd heel dringend achter chauffeurs gaan zoeken wanneer dat er toch geen werk is voor de vrachtwagens. Ja. Dus in sommige sectoren blijft het nog heel belangrijk om aan te werven. In andere sectoren remmen we natuurlijk wel een beetje af. Philippe, het is een beetje vreemd. Hè? In een jaar tijd zijn we gekomen van een periode waarbij er gewoon niet voldoende wielen op de markt waren, tot een situatie vandaag, de dag, waarop gewoon te veel wielen, soms bij sommige bedrijven, in sommige niches, waar er te veel wielen op de markt zijn. Is dat een structurele verandering van de markt? Of zal het gewoon niks veranderen aan het structureel tekort aan chauffeurs in België? Wel, ik stel vast dat om het even welk profiel vandaag moeilijk te vinden is, ondanks de economische vertraging. En dat heeft meer met demografische gegevens te maken dan met de economische conjunctuur. Met name de denataliteit. Hè. Dus de laatste babyboomers die verlaten de actieve arbeidsmarkt. En die instroom compenseert de uitstroom niet. Nu, om op uw vraag te antwoorden, is er nog een chauffeurtekort? Ja, er is nog een chauffeurtekort. Zal die blijven? Ja, die zal er morgen en overmorgen ook nog zijn. Waarom? Omdat de gemiddelde leeftijd van de actieve chauffeurspopulatie vrij hoog ligt. De vergrijzing slaat meedogenloos toe. Dat betekent dat er heel wat actieve chauffeurs een punt gaan zetten achter hun loopbaan om van een welverdiende pensioen te gaan genieten. Dus er is een uitstroom, er zal een uitstroom blijven en de instroom kan die uitstroom niet volledig compenseren. Dus ik zou een warme oproep richten tot alle kandidaat chauffeurs. Aarzel niet, volg de opleiding en je hebt 100% garantie op een leuke job in een boeiende sector. Nochtans zijn er een paar positieve signalen. Vorige week vernamen we dat het aantal inschrijvingen in het secundair onderwijs sinds 4 jaar blijft stijgen. En in 4 jaar zijn we van 390 naar 580 nieuwe leerlingen. Is er iets structureel aan het veranderen? De meeste leerlingen blijven natuurlijk zonen of dochters of neven van chauffeurs of van transporteurs. Dus we vissen wel altijd in dezelfde vijver. Maar ik denk dat er ook een opwaardering is vandaag van het beroepssecundair onderwijs. En dat meer jongeren dan vroeger direct kiezen voor de opleiding vrachtwagenchauffeur. Waar dat vroeger men in het ASO begon, als men daar niet kon volgen naar het TSO ging. En dan een beetje naar het BSO, dat volledig ten onrechte als de vuilbak van het onderwijs werd beschouwd. Nu,
Leerlingen in het BSO hebben volgens mij niet minder talent dan leerlingen van het ASO. Ze hebben gewoon ander talent. En ander talent dat onze maatschappij en onze bedrijfswereld broodnodig heeft. Pascal, wat zijn de belangrijkste instroomkanalen bij Joost in België, bedoel ik? Hè? Ja, ik zal zeggen de gewone kanalen, advertentie, maar dan ook kennissen van chauffeurs die bij ons komen aankloppen omdat iemand al bij ons rijdt. Wij geven ook premies aan de chauffeurs die nieuwe chauffeurs aanbrengen en die uiteraard dan ook blijven. Hè? Want we zien ook dat sommige chauffeurs niet altijd... Men merkt dat de chauffeur uiteindelijk nu ergens liever een arbeider is met een CE-rijbewijs. Dus ze willen nu meer en meer een vaste uurrooster hebben. Ze willen weten wanneer dat ze thuiskomen. Ze willen absoluut niet te veel uren meer doen voor hun persoonlijke comfort en voor hun familiaal leven. Dus dat maakt het nu wel een beetje moeilijker om uiteindelijk die wagens aan het rijden te houden. Dat merken wij dus wel. Wij hebben dan ook onze eigen opleidingteams. Wij hebben nu ook de mogelijkheid om chauffeurs zelf op te leiden, hun rijbewijs te laten afleggen. Hopende dat ze natuurlijk ons een tijdje trouw zullen blijven. Vroeger ja, nam men altijd een chauffeur aan, liefst met 5 jaar ervaring bij een ander. Hè. Nu moeten we wel gaan voor chauffeurs die ja, net uit school komen met de nodige risico's die er tegenover staan. Maar dat risico moeten we nu wel nemen om het personeelsbestand te vullen. Carlo, is het ook zo bij Dillissen? Ja, bij ons is dat ongeveer identiek. Ik bedoel, we krijgen nu, als ik al zei, hier en daar wel wat instroom van chauffeurs, noem het dan met een berg ervaring. Maar wij hebben toch wel het afgelopen jaar echt ingespeeld om chauffeurs, of ja, personen, dus die geen rijbewijs hadden, om hun rijbewijs via ons te kunnen laten halen. Dus wij betalen heel die opleiding. Na de opleiding, dus na het behalen van een CE, worden ze bij ons nog opgevolgd, nog gecoacht. Tot eigenlijk, het wil niet zeggen dat je morgen je rijbewijs op zak hebt. Je zegt van kijk, ik ben nu een volwaardige vrachtwagenchauffeur. Hè. Zo is het uiteindelijk niet. Hè. Dat is, die moeten nog perfect gecoacht en opgevolgd worden. En dat is iets waar we nu toch het afgelopen jaar heel veel tijd en energie in gestoken hebben. Resulteert daarin natuurlijk dat we ook op dit moment eigenlijk naar rijdend personeel toe wel een behoorlijke jonge garde aan het rijden hebben. Dat is goed, gaat daar veel tijd en energie in zitten, ja, maar we bouwen wel een beetje aan de toekomst. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Philippe, sinds jaren praten we over het gebrek aan imago van de sector en van het beroep van chauffeur. Ik heb toch de indruk dat er iets aan het veranderen is. Er zijn bepaalde acties ondernomen om het imago van de chauffeur als persoon een beetje op te poetsen. En ik verwijs in het bijzonder naar de dag van de vrachtwagenchauffeur. Kan je er een beetje over zeggen? Ja, om helemaal eerlijk te zijn, zijn wij de mosterd eigenlijk bij onze noorderburen gaan halen in Nederland, die in 2019 een dag van de vrachtwagenchauffeur hadden georganiseerd. Wij waren daar zo door gecharmeerd dat we gevraagd hebben of dat we hetzelfde concept mochten uitrollen in België. Dat bleek geen enkel probleem te zijn. In 2021 en 2022 heeft VBTR dat op eigen houtje gedaan. En dit jaar, op 14 december, vindt de derde editie plaats. En dat is voor de eerste keer, wordt die georganiseerd onder de koepel van Transport and Logistics Belgium. Dat is de confederatie van de 3 wettig erkende transportverenigingen die actief zijn in België. Maar de bedoeling blijft nog altijd hetzelfde. Dat is de chauffeurs in de bloemetjes zetten op 1 dag. Door zowel transporteurs als verladers. Het is belangrijk dat verladers waar chauffeurs regelmatig komen ook deelnemen aan die dag. En ze kunnen uiting geven op de manier dat ze willen. Dus dat kan een ovenverse croissant zijn, dat kan een tas soep zijn, dat kan een verfrissende massage zijn, dat kan van alles en nog wat zijn. Voor zover de boodschap duidelijk overkomt, dank u chauffeur voor alles wat dat gedoet. En die oproep lanceren naar transporteurs, maar ook naar verladers? Ja, eigenlijk vooral naar verladers. Want zij, ja, meestal of soms toch, hebben ze te weinig respect voor chauffeurs. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het feit dat chauffeurs bij hen niet naar het toilet mogen gaan. Ik weet niet waarom. Toiletten zijn niet voor chauffeurs blijkbaar. Zo van die zaken allemaal, om dat een beetje recht te trekken,
denk ik dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk verladers uit om het even welke sector daaraan deelnemen. Dus de oproep is duidelijk, dames en heren. Doe mee aan die dag van de vrachtwagenchauffeur op 14 december 2023. Transportmedia zal natuurlijk deelnemen met een eigen actie. En wij gaan ook de meest originele actie onder al de acties van de meer dan 400 deelnemers uitkiezen en extra in de lauweren zetten. Dat was een perfecte conclusie voor deze live studio rond conjunctuur en chauffeurstekort. Ik bedank Calo Dillissen, Pascal Dortu en Philippe de Graaf voor het deelnemen aan het panel.